Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5 LS Video Warmore. En vandaag ga ik kapot met Wim en met de Tron 2016. We have a traffic alert on Marlow Drive. We zitten op dit moment achter een vrachtwagen aan. Die mogelijke immigranten achterin heeft zitten. En de melding wordt gedaan. We have a traffic alert on Marlow Drive. Het betreft een rijdende vrachtwagen, dus dan zou je toch zeggen dat de chauffeur het, ja, het kan twee kanten op gaan. Het kan bewust zijn vanuit de chauffeur en het kan onbewust zijn. Maar als de melding wordt gedaan, weet iemand het dus. En de vraag is dan waarom wordt dan toch doorgereden. Dat kan alsnog betekenen dat de melding van binnenuit de truck wordt gedaan. We have a traffic alert on Marlow Drive. Dat het blijkbaar toch wel koud is achter in die vrachtwagen, dat hoor je vaker. En tot ze dan uiteindelijk 112 bellen, omdat ze anders doodgaan. Zo ernstig kan het zelfs zijn. We have a traffic alert on Marlow Drive. De melding is niet ingeschat als een prioriteit 1. Houdt wel in dat we in ieder geval even gas geven waar dat kan, inhalen waar dat officieel niet mag, maar waar het dus wel kan. We have a traffic alert en daar hebben we allemaal vrijstelling voor. Marlow Drive. Maar rijd in ieder geval op deze weg. En daar links rijdt hij. Daar zo. Maar je moest hem maar net zien hoor. Op het, ik zag hem in ieder geval. Jullie misschien dus ook. We have a traffic alert on Marlow Drive. Collega's zijn misschien ook mee aan het zoeken, maar die zoeken niet goed dan, want ik zag hem toch echt. We have a traffic alert on Marlow Drive. En hier is vervelend, want hier kan hij twee kanten op gaan. We have a traffic alert on Tongva Drive. Ook hier voor me weer collega's die zijn aan het meezoeken. Neem ik aan. Even rechts voorbij. We have a traffic alert on Tongva Drive. Ja, die truck die lijkt er wel vandoor te gaan, hè? Of deze auto voor ons deed gewoon raar en dat hij daarom vandoor daar langs rijdt. Nee, haalt hij namelijk niet in. We have a traffic alert on Tongva Drive. Ah, die gaat er toch wel vandoor lijkt me. Dispatch, suspect located. Moving to engage. We've got a suspect resisting arrest in Tongva Valley. Stoppen vriend. Uitstappen. Wow, hold up. Staan blijven allemaal. C, meerdere personen. Gaan nog door. Assistance required on Tongva Drive. Drie stuks. Chauffeur in kruis 2. Copy that dispatch. Animals on the loose. Wait up. Staan blijven. Dispatch, perp in sight. I see the perp. We're in pursuit. Stoppen. Drop the... Stop! Police! Waar ga je achteraan? Ja, oké, nice. Stoppen nu. Kun je zitten en meewerken. Meewerken, niks por favor. Meewerken. LSPD, don't make me shoot ya! Ay, Dios mio! Kom op. Vuur aan het houden. Take him down! Zit er nou, kom op, ik help je wel even anders. Zo moeilijk is het echt niet. Get this asshole!
Oké, pakken jullie hem. Wil ik even overzicht hebben. Hij wordt nu geboeid. Dat is eenmaal aanhouding. Ik tref hier niemand meer aan. Attention, this is dispatch. We are code 4. Er zijn geen eenheden meer nodig. Ik ga ervan uit dat we er zo ze twee gepakt hebben. Ik zie daar achter geloof ik nog collega's staan. Nee, ik heb geen tijd voor een achtervolging. Nee, ik zie daar geen collega's staan. Gezien het, als het aan mij ligt, dan of als ik daar na, of logisch nadenk moet ik zeggen. Die persoon waar ik eerder achteraan aan de bestuurder, daar rende mijn collega naartoe. Eén van deze twee hier kamargekkies. Ik rende toen achter de een van de twee immigranten aan. En de laatste, de vrouw, die rende deze kant op. En daar kwamen ook collega's naartoe gereden, dacht ik zo. Dus ik ga ervan uit dat we er twee hebben. En die derde kan niet bevestigen. Maar die chauffeur die ik dus nergens meer aantref, zou in ieder geval onlogisch zijn als we hem niet zouden hebben. Oh, ik heb verkeerde takenwagen gevraagd. We krijgen wel eens reacties op video's die heel oud zijn. En heel veel mensen zeggen dan nee, dat klopt niet, of ja, dat klopt. En dan moet je er niet van uitgaan als die video 2 jaar oud is, zodat je dan begrijpt waar het over gaat. Maar ik kreeg laatst eens een video of een reactie van iemand die zegt van ik heb het nagevraagd en je mag geen bekeuring geven voor te langzaam rijden. En ik geloof dat de titel van de video dan ook was vrouw rijdt 30 km per uur op de snelweg. Nou, en voor zover ik me kan herinneren heb ik ook niet daadwerkelijk gezegd in die video dat ik een bekeuring geef voor de lage snelheid, maar wel voor gevaarlijk rijgedrag, want dat is het gewoon. Als je 30 rijdt op een snelweg, dan is dat gevaarlijk rijgedrag, misschien zelfs artikel 5, en daar kun je wel degelijk een bekeuring voor geven. De kans is klein dat die persoon reageert en of dit misschien hoort, en ik had ook geen zin om de video terug te gaan kijken, want er stond ook geen tijdstip bij van hoe laat ik dat zei. Ik had ook geen zin meer om terug te gaan kijken wat ik nou precies zei, maar ja, soms heb ik van die comments waar ik niks mee kan. Ja, nu duurt het me echt te lang, vriend. U kunt uw weg vervolgen. 4. Er zijn geen eenheden meer nodig. Dispatch, this is Ocean 1 responding. Er is een geldtruck overvallen. Misschien zelfs volledig gekaapt. De DSI komt van links. Nee, de DSI komt niet. Wat? Oh, okay. Oh, sorry. Er komt zo'n bearcat mee. Assistance required on Zancudo Barranca. Copy dispatch. Victor 13 is in the area. Perp located in pursuit. Perp located in pursuit. Blijf maar met Toeran niet zo snel bergop. Okay.
Oh my god, waarom is dat ding zo langzaam? Fout keuze. Oh man. Wel op de banden schieten. En deze gekkie rent daar. Waarom rent hij daar? Stap in. Oké, dan niet. Zit hij hierin? Oh ja. Oké. One move and I drop. I want to stomp you so bad. Ah! Okay, you better chill. Attention, this is dispatch. 4. Er zijn geen eenheden meer nodig. 1199, we need help down here. Dispatch, suspect is now proceeding on foot. Ik weet niet of er iemand aan de achterzijde van die truck zit. Ja, denk het wel. Ja, zeker. Handjes omhoog. You moron. Op de knietjes. Heel goed. Heel keurig. Nog iemand? Jazeker. Uitstappen. Stop, police. Geen gekke dingen doen. Wat de fuck gebeurt daar? Fuck hem ja. Wat gebeurt er? Oké, jullie zijn allen aangehouden. Jullie zijn niet te antwoordplicht en mijn rechter wil een raadsman. Citizens reporting a possible 480 unit 2 code 3. Required on a Ladway Bender Drive. Oké, hier wordt het allemaal opgelost. Het zijn lijkschouwers, ze zijn ja, dat. An 11351 in Rockford Hills. Het scheelde heel weinig. En nu hebben we zo'n ongeluk. Dat is deze. Oeh, dat had ik even verkeerd ingeschat. Dat gaat boem zeggen. Stop. Attention,
fire truck. Assistance required in Rockford Hills. Het heeft al boom gezegd. Fuck hem met jou, neef. Dank u. Appreciate it. Let's wrap it up, boys. We got a hot date. Well done, guys. She's mad that I stay home a lot. Guess I'll be jerking off. Jullie zijn pas de toppers van de samenleving, jongens. Lekker gewerkt. Well done, guys. We really should be on TV. Thank God, another success. Tjus. Ik hoop Blue sponsor me, dan was dit nooit gebeurd. Maar ja, jullie willen mij niet sponsoren, dus... Wat krijg jij ervan? Turan trouwens van het ministerie van Mods, niet te downloaden meer helaas, maar ja, niks aan te doen. Dus je moet ermee geluk hebben als je hem nog op je computer had staan. En als je hem nog op je computer hebt staan en je wist niet dat hij niet meer te downloaden was, zou ik hem heel goed bewaren. Doorsturen is niet toegestaan. Ik jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden en ik zie jullie graag over een paar dagen met een nieuwe video. Dat kan nog wel eens een tijdje duren bij mij, dat zijn jullie inmiddels van me gewend. Sorry daarvoor, maar het is nou eenmaal niet anders. Ik had ook kunnen zeggen ik stop ermee, maar dat doe ik nog net niet. Dus voor nu video's wanneer het uitkomt en de rest gaat altijd voor bij mij. Maar toch vind ik altijd leuke video's te maken, dus dat blijf ik zeker voor jullie doen. Genoeg gepraat, de ballen laat ze niet vallen. Doei!